en prijzen kunt u Tieleman Verhuur steeds contacteren op nummer 0494 91 86 77 en via tieleman.verhuur@skynet.be. Tieleman Verhuur, Wijbroekdreef 46 in Aalter. En van onze Tielemankraan vliegen we naar ons zomerse terras, naar Mike, en vliegen we naar de Hensfeesten. Ja, ik dacht, ik moet hier op de Tielse feesten een echte kenner uitnodigen. Een die weet wat dat feesten is. En dat is natuurlijk de schepen van feestelijkheden, Christophe Peters. Christophe, welkom hier in Tielt. Goedemiddag. Ja, een kenner. De Hentse feesten, dat begint terug te kriebelen waarschijnlijk. Hè. De voorbereidingen zijn, denk ik, volop aan de gang. Ja, absoluut. De opbouw is al begonnen. Het podium van Polly Polly staat al over het water. Want dit jaar is het opnieuw over het water aan de graslijn. Dus je kan er weer onder varen met bootjes. En ja, dat is toch... toch een stuk mooier dan als het gewoon langs de kant staat. Geeft een feeriek decor. En hij ziet nu overal in de stad stilaan camions en stellingen verschijnen. Dus de komende dagen is het één grote bouwwerf om dan vanaf volgende week vrijdagavond echt de zaak met een grote knal te laten openen. Ja, ja, Gentse feesten, om daar het volledige programma gaan we absoluut niet gaan uitspitten. Dat is een beetje moeilijk. Dat zou heel moeilijk worden. Maar zijn er zo zaken waarvan jij denkt of zegt van, dat is nu een reden om naar de Gentse feesten te komen? Ja, we gaan in elk geval vrijdag al met een heel mooi openingsspectakel beginnen. We doen het om 10:30. Ondertussen zijn er natuurlijk al heel wat optredens aan de gang. Mm-hmm. Maar het moet donker zijn, want we hebben de vuurmeesters ingehuurd. Yeah. Mensen zullen zich wel herinneren, denk ik een jaar of twee geleden, dat in de Westhoek, naar aanleiding van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, eigenlijk de loopgraven zijn uitgebeeld met een hele hoop vuurkorven. Die zich echt, het verspreidde zich zo'n beetje als een lopend vuur. En die gasten gaan nu ons open doen om 10:30, vrijdag 14 juli. En de bedoeling is ook daar om vanaf het centrale plein, het brandplein onder de stadshal, om van daaruit ook met 75 vuurkorven de Gentse feesten echt als een lopend vuurtje te gaan openen. En we hebben natuurlijk een aantal klassiekers nog voor de rest. We hebben het vuurwerk zondagavond. We hebben de rondgang van de Gilde van de Stroppendragers, ook een traditional. Ja. De afsluitende kaarskestoet, bal 1900. En natuurlijk fantastisch veel optredens op de pleinen, maar ook in de zalen. Er zijn in totaal meer dan 3700 activiteiten. Ik durf het haast niet vragen, maar hoeveel uurtjes slaap zit er zo in voor een schepen als jij? Maar ik probeer daar toch een uurtje of vijf van te maken. Ja, ja. Ja, ja. Ik probeer telkens toch 2:30 uur terug thuis te zijn, want we beginnen 's morgens al om 9:30 met veiligheidsvergaderingen, met overleg met organisatoren, alle diensten die betrokken zijn. Het is een hele organisatie natuurlijk als je op 10 dagen tijd 1,3 miljoen mensen hebt in de binnenstad. Ja. En het is ook niet zomaar op een wei natuurlijk ergens. Het is in een centrum, daar wordt gewoond, daar wordt gewerkt, de winkels zijn open. Dus dat maakt het niet zo evident. En dan probeer ik toch uitgeslapen te zijn en te zorgen dat je dat 10 dagen volhoudt. Want feesten zal zijn, denk ik, voor de volgende legislatuur, als ik niet meer verantwoordelijk ben. Het is een verantwoordelijkheid, je moet die opnemen. En ik denk dat dat met iedereen is die iets organiseert. Ja. Er zijn duizenden mensen bezig met die organisatie en die werken en die feesten niet. Dus dat betekent dat je daar ook een beetje de hersens moet bijhouden en zorgen dat je fit genoeg bent. Is het ook zo in de maatschappij waar we de heden te dagen leven, dat jullie ook meer in moeten zetten op veiligheid? Ja, absoluut. Veiligheid is een zeer cruciaal issue. We zitten nu al voor het tweede jaar op rij onder terreurniveau 3 en dat heeft natuurlijk wel zijn impact. Vorig jaar zijn we gestart met de Gentse feesten 24 uur na die vreselijke aanslag in Nice. Ik moet zeggen, ik heb die nacht ook wel heel weinig geslapen. Van, hebben we wel alles voorzien, is alles voorbereid. Dat bleek ook gelukkig het geval te zijn. We hadden al beslist bijvoorbeeld om wegblokkades te gaan inrichten. We hebben dit jaar nieuwe betonblokken van een Vlaams bedrijf trouwens, die betonblokken maakt die in elkaar grijpen, zodanig dat je zelfs met een camion van 20 ton dat niet omver krijgt. Ja. Stalen barrières. Maar je moet natuurlijk ook nog zien, de bevoorrading moet kunnen gebeuren, ambulances moeten door kunnen, de brandweer moet door kunnen als het nodig is. En de tram moet ook af en toe nog een beetje rijden, want we hebben eigenlijk de tram die de klok rondrijdt tussen het stadcentrum en Flanders Expo, zodanig dat mensen daar aan Flanders Expo veilig een auto kunnen parkeren en met de tram naar het centrum komen. Dus je moet daar altijd een beetje een evenwicht in zoeken. We hebben heel veel politiemensen op de been altijd. Ja. Je gaat die niet altijd zien, want we hebben er heel veel in burger natuurlijk, en dat is ook de bedoeling. En
Gans de ganse feesten worden bewaakt met een camerasysteem. Dus we zien eigenlijk elke vierkante centimeter van de feestzone. We kunnen perfect inzoomen en we kunnen eigenlijk heel gericht en heel snel ingrijpen waar nodig. Ja, een beetje sneu voor jullie burgemeester, meneer Termont, want die zal er niet bij zijn bij de ganse feesten deze keer. Nee, helaas. En dat is natuurlijk absoluut niet van zijn gewoonte. Nee, hij heeft, ja. Heeft zelf nog feestburgemeester geweest gedurende 6 jaar. En is een goede ganse feestenganger. Maar nu toch wel een zware hartoperatie. En hij moet absoluut rusten. Ik heb hem dat ook aangeraden, want Daniel een beetje kennende van als hij zich goed voelt, springt hij uit bed en zou hij direct weer van alles beginnen doen. Maar ik denk dat hij nu toch beter naar zijn dokters naar zijn vrouw ook luistert om het even rustig aan te doen, want we willen hem toch nog een tijdje houden. Ja. Los van de Gentse feesten, meneer Peters, u bent ook gekend als zijnde de schepen die de terrasjes heeft gepromoot in Gent. Ja, absoluut. Schepen van middenstand ondertussen ook al bijna 5 jaar. En we hebben intussen toch wel veel extra terrassen kunnen creëren. Er zijn ook heel veel nieuwe horecazaken. Maar ook de uitbreiding van ons autovrij gebied heeft eigenlijk er ook voor gezorgd dat er veel meer terrassen kunnen komen. Die zitten ook goed vol. En het waren zelfs de handelaars en de horecauitbaters zelf die soms vroegen van: ja, kan je die parkeerplaatsen niet wegdoen, want we willen hier eigenlijk terrassen zetten. Dat zou beter zijn voor de straat, dat is beter voor de ambiance in de stad. En ik denk dat terrassen onlosmakelijk bij een stad horen. En als je nu ziet, dan wel toch een dikke maand, bijna 6 weken, schitterend weer hebben. Ja, dan zitten die terrassen vol en is het een fantastische sfeer in de stad. Ja. Laat ons ook, want we zitten niet alleen op Radio Meteor, maar we hebben straks ook een stadspecial in het maandblad Imago. Zou ik het hebben over de eindjaarsprogrammatie voor de stad Gent, want ook dan staat ook een en ander op het programma. Ja, absoluut. We hebben opnieuw onze Gentse winterfeesten. Een van de grootste kerstmarkten van het land. Met uiteraard een ijspiste erbij. Met heel veel kraampjes. Met allerlei ambiance. Met van alles dat er gebeurt. Heel leuke sfeer in het stadscentrum. Dat lokt toch telkens weer heel veel bezoekers. En dan merk je ook dat zelfs in de winter die terrassen ook al vol zitten. Dus dat is echt iets om mee te maken. Ik moet eerlijk zeggen, tegenwoordig krijgen we zelfs Duitsers die naar Gent, naar de kerst mag komen omdat ze hem zo goed vinden. Dus voilà, dat zegt al iets, hè, natuurlijk. Ja. Goed, we gaan afronden, meneer Peters. Ik wil nog twee vraagjes eigenlijk heb ik nog. We staan op het Koen Krukke terras, dat heb ik u uitgelegd. U kent Koen Krukke waarschijnlijk. Ja, ik ken Koen zeer goed. Hè. Ja, Koen, voilà. Koen is niet alleen een goede vriend, maar we hebben ook nog een tijdje samen in de gemeenteraad gezeten. Dat is ondertussen al een tijd geleden, maar wij waren collega's in de gemeenteraad. Ik ken Koen al heel lang en heel goed. Fantastisch, fijne man, zeg. Ja. Dus vandaar kan je nu ook al zeggen dat je op het Koen Krukke terras hebt gestaan. Absoluut. En als afsluiter wil ik u nog één vraagje stellen. Het is zomer, het is vakantie. U haalt het al aan. De Gentse feesten vergt natuurlijk heel veel van uw energie. Maar is er ook nadien nog een beetje tijd voor vakantie voor meneer Peters? Het zal niet veel vakantie inzetten. Het zal vakantie thuis zijn, want op 26 augustus ga ik trouwen. Dat vergt nog wel een beetje voorbereiding. Ik heb dat na de Gentse feesten gepland om toch nog wat tijd te hebben om dat voor te bereiden. Dus het zal wel een drukke zomer worden. Ik wil toch ook uiteraard wat tijd maken en houden voor mijn vrouw. Het is niet de bedoeling dat we onmiddellijk na het huwelijk terug aan de slag gaan. Mag ik u een fantastisch huwelijksbootje toewensen. Dank u wel. En heel dankbaar om u eventjes hier te mogen hebben op het Koen Krukke terras. Wij horen en zien elkaar waarschijnlijk wel tijdens de Gentse feesten. Zeker weten. En ik wens u nog een fijne zomer toe. Bedankt. Iedereen absoluut welkom in Gent tijdens de Gentse feesten, maar ook op andere momenten, want je kan er nog altijd vlot geraken, ondanks wat iedereen beweert. Iedereen beweert, Gent is nog altijd heel toegankelijk. Perfect bereikbaar, ook zelf, met de wagen. Ja. Zelf aan de lijf ondervonden, dus dat is geen probleem. Goed, meneer Peters, bedankt. Fijne terugreis en tot de volgende keer. Dank u wel.